Traden is fucking makkelijk. Maak 500 euro per dag met daytraden. 100x je portfolio binnen 30 dagen. It's just that easy. Dit zijn statements waar de boys van DoppeCash het er sterk mee oneens zijn. En terecht. Maar hoe weet ik dit? Ik heb namelijk nog niet eens 30 minuten naar hun content gekeken. Nou, ik heb besloten om daadwerkelijk hun boek te lezen. Deze video is mijn objectieve, subjectieve mening over dit boek. Traden is nog nooit zo toegankelijk geweest. Waarvoor je vroeger een broker of trader moest zijn op Wall Street om een transactie te maken, kan je nu vanaf het toilet, terwijl je je billen afveegt, een hele bitcoin kopen. Het is dan ook niet zo gek. Ik vind mezelf heel schattig. Het is dan ook niet zo gek dat Robinhood in de eerste 4 maanden van 2020 meer dan 3 miljoen nieuwe gebruikers heeft gekregen. In 2021, tijdens de pandemie, kwamen er in de Verenigde Staten ook meer dan 10 miljoen nieuwe retail traders bij. Retail traders, mensen zoals jij en ik, noobs en degens die denken dat ze weten wat ze aan het doen zijn. Ondanks het feit dat traden zo enorm toegankelijk is geworden, is het enorm lastig om te beginnen. Want waar moet je beginnen? Begin je met het leren van technische analyse? Zo ja, wat is TA überhaupt? Begin je met het leren van fundamentele analyse? Zo ja, hoe? Welke brokers, exchanges, hardware, setups, strategieën moet je gebruiken? DoppeCash heeft daar het antwoord op. Voor een kleine 35 euro op bol.com kan je hem halen. Link via de website. By the way, Doopie, als je dit ziet, ik denk dat ik de conversies van je website kan verhogen, dus hit me up. Nou, is dit boek de 35 euro waard? Let's find out. Nog een kleine disclaimer. Ik heb oprecht minder dan 30 minuten ooit naar DoppeCash gekeken en naar de boys en naar de content van de DoppeCash. Dus ik kijk er puur naar met een volledige ongefilterde mening en blik. Dit is dus puur een mening over het boek en dat reflecteert niet hoe ik denk over de mannen van DoppeCash. Op naar de review. Traden doe je zo is een super toegankelijk en extreem behapbaar boek om te lezen. De zinsopbouwen zijn makkelijk te volgen, paragrafen zijn kort en to the point. Sterker nog, de meeste paragrafen zijn zo opgebouwd dat je alleen de eerste en de laatste paar zinnen hoeft te lezen om de volledige context van het boek te begrijpen of van de zinnen te begrijpen. Dat is in mijn mening perfect. Ik ben totaal geen snelle lezer en zelfs ik had het boek binnen een hele werkdag uit. Leesbaarheid was dus absoluut fantastisch. Het boek begint met een intro over de auteur. Hey, welkom bij DoppeCash. Ik ben Chris. Waarbij ze hun verhalen vertellen. Het is zeer persoonlijk of je hier een fan van bent of niet. Een van de beste boeken over beleggen die ik ooit heb gelezen is Market Wizard. En dat staat vol met persoonlijke verhalen en anekdotes. Het geeft je een goed beeld van wat de traders hebben meegemaakt en hoe ze daadwerkelijk zo succesvol zijn geworden. Daarbij vertelt het verhaal enorm veel lessen, ondanks dat ze niet expliciet worden genoemd. Het verhaal van Chris resoneerde niet zoveel met mij, maar hij heeft wel een coole journey meegemaakt. En je kan erop uitmaken dat hij enorm veel ervaring heeft, namelijk meer dan 15 jaar. Er komen zelf meer plaatsen in het verhaal van Barry. We zijn op een vergelijkbare periode begonnen met traden. We hebben vergelijkbare motivaties. Hij had een goede mentor, namelijk Chris. Mijn mentoren waren voornamelijk verschillende YouTubers. En wat ik ook wel gaaf vond, DoppeCash heeft om dezelfde reden als ik een YouTube-channel gestart. Namelijk, we wilden allemaal iets beters brengen aan de training community van wat er op dat moment bestaat en of beschikbaar was. De verhalen van Vincent en Mike voelden meer als een upsell voor de Platinum Discord en de coachings. Dus die vond ik niet zo heel erg interessant. Wat ik ook minder goed vond, was dat er een nadruk leek te zijn over het dwangmatig en obsessief in de gaten houden van de charts tijdens werkdagen, bijvoorbeeld door de hele tijd op je telefoon te scrollen. En ik maakte me daar ook schuldig aan. Ik zat ook de hele tijd op de charts te kijken toen ik aan het werken was. En een nadruk was ook nog eens door te stoppen met zijn 9 tot 5. Ondanks DoppeCash later in het boek afraadt om te gaan stoppen met werken. Maar er zitten ook heel veel inspirerende boodschappen in alle verhalen hier. Je moet namelijk hard werken, gedisciplineerd zijn om te krijgen wat je wil. In hoofdstuk 2 lees je direct een absoluut fantastische zin. Namelijk, ik citeer, traden is simpel, maar het is niet makkelijk om simpel te traden. Dit is geniaal! Wie dit heeft bedacht, applaus. Ik had het zelf namelijk niet beter kunnen verwoorden. Ik vind het daarbij ook top dat ze mensen aanmoedigen om te blijven werken en dat traders zich moeten focussen op het proces. Veel traders willen namelijk geld verdienen en ze willen het snel. Ze willen snel geld verdienen. Maar ik ben van mening dat het focussen op resultaat alleen maar ervoor gaat zorgen dat je zelf in de weg gaat zitten en dat je proces eronder gaat lijden.
Geld is het resultaat van proces, niet een evenement. Dit is ook direct de reden waarom ik het oneens ben met een volgende tip. Het minimaliseren van verlies. Ook dit is een resultaat. Zie, het minimaliseren van verlies kan je praktisch maar op één manier bereiken. Er zijn eigenlijk meer, maar je gaat er toch maar één techniek toepassen en dat is stoplossen. Dan kan je iets langzamer al je geld verliezen. Daarbij claimen ze ook dat iedereen kan investeren en dat het makkelijker is dan je kont afvegen op het toilet. Maar niets is minder waar. Investeren komt net zoveel stress als daytraden en je moet dezelfde principes en processen gebruiken om geen cruciale fouten te maken. Dupacash zegt namelijk dat 10% verleden technische analyse is en de rest mindset. Dus waarom is dit anders voor beleggen? Krijg je daar geen emoties? Iedereen die langer dan een paar maanden heeft geprobeerd te beleggen weet dat het onzin is. Sure, je kan al je geld makkelijk storten op een S&P 500 op een maandelijkse of jaarlijkse basis. En je hoeft nooit meer naar de charts te kijken en over 60 jaar ben je fucking rijk. Probeer het zelf mee eens en kijk hoe goed het je dit valt. Oké, dan zijn we aangekomen bij hoofdstuk 3. Wederom beginnen ze dit hoofdstuk sterk door te zeggen dat je... Door te zeggen dat als je bijvoorbeeld jouw 100 euro niet kan verdubbelen, dan gaat het je ook niet lukken om je 1000 euro te verdubbelen. En dat is 100% waar. Het zou namelijk extreem arrogant en onwetend zijn als je denkt dat je magisch meer winst gaat maken zodra je met meer geld gaat traden of beleggen. Dit vertellen ze in het hoofdstuk door de hoofdvraag te beantwoorden met hoeveel geld moet je beleggen. Heel veel traders hebben namelijk het gevoel van, oh, ik moet 1000 euro beleggen, 5000, 10.000 euro beleggen, anders word ik nooit rijk, anders word ik niet anders kan ik mijn Ford Mustang niet kopen. Maar deze tip zorgt ervoor dat je gewoon klein begint. Begin klein, ik vind dat een goede boodschap, top gedaan, goede message, sta ik achter. Oké, dus waarom de fuck raadt Dupacash margin trading aan? Margin trading naast namelijk van diezelfde 100 euro fucking 1000 euro zou willen. Dit is exact hetzelfde. Ik heb een hele video gemaakt over waarom je nooit zou moeten gaan margin traden. By the way, wist je dat ik op dit moment ook bezig ben met het schrijven van mijn eigen boek? En dat je alle vrijgegeven hoofdstukken die ik op dat moment klaar heb, gratis kan zien en lezen op vincentluder.nl/boek. En dan nog één laatste ding waar ik het mee oneens ben en dan ga ik weer positieve dingen zeggen over dit boek. Want geloof me, er staan heel veel goede dingen in het boek. In hoofdstuk 3 gaan ze je namelijk introduceren aan technische analyse. In dat hoofdstuk vertellen ze dat jij je moet focussen op prijsactie. Prijsactie is in simpele woorden, de prijs beweegt van support naar resistance en deze ebb en vloedbeweging blijf je houden in een uptrend, downtrend en in een zijwaartse markt. De enige uitzonderingen zijn all-time highs. Maar ook daar heb je psychologische niveaus waarbij je wederom weer prijsactie kan gaan gebruiken. Ik ben ook van mening dat je niet meer nodig hebt dan dat. Je kan volledig traden en beleggen puur op basis van prijsactie. En ik heb het zelf ook jarenlang gedaan. Maar claimen dat de rest onzin is, klopt simpelweg niet. Dupacash maakt het argument dat tradingindicatoren en chartpatronen lagging zijn, wat betekent dat je er niet op kan handelen. Zie, als een indicator of patroon lagging is, dat betekent dat het evenement is gebeurd in het verleden. Dus wat je op de chart ziet, is gebeurd in het verleden. Dus zij maken het argument dat je dus altijd te laat bent. Ik zie het even over hebben. Ten eerste is het simpelweg feitelijk onwaar, het is bewezen onwaar, dat je niet kan traden op indicators en chartpatronen. Ik heb inmiddels meerdere indicators zelf gebouwd, zie vincentluder.nl/indicators en ze werken allemaal. Je kan erop traden, je kan erop beleggen en je kan het fucking gratis doen. Daarbij werken chartpatronen ook gewoon simpelweg. Wederom, dit is gewoon bewezen door meerdere onderzoeken. Je kan ze bijvoorbeeld preventief toepassen. Dus voordat het chartpatroon af is, ga je al instappen in het patroon wanneer de setup juist is. En zodra je trade invalid is verklaard, dan neem je gewoon je verlies. Of als die valid is verklaard, dan pak je winst. Top. Of je kan simpelweg de retest van het patroon traden, mocht je besluiten om een breakout trader te worden. Ten tweede, indicators zijn lagging en daarom ben je altijd te laat. Laten we daar ook eens even over gaan hebben. De meeste indicators zijn inderdaad lagging. Dat is waar. Denk aan de RSI en de MACD. Dat zijn allemaal lagging indicators. Moving average zijn lagging indicators. Maar dat betekent niet dat je ze niet kan toepassen. Je kan een RSI gebruiken voor een bullish en bearish divergence te spotten op de chart. Heck, ik heb zelfs de RSI gebruikt om de Bitcoin top in 2021 te callen toen de prijs voor het eerst naar 60.000 ging. See vincentluder.nl/analyses. Zoals ik begrijp uit het boek zijn de Dupacash Boys trend following traders, dus het is logisch dat ze je prijsactie aanraden. Maar claimen dat de rest niet werkt is simpelweg onzin.
Goed, dan komen we nu weer aan bij de shit dat ik top vond aan het boek. Ik ga niet elk hoofdstuk van het boek samenvatten. Dus hier heb je een beknopte samenvatting van hoe ik het boek heb geïnterpreteerd en wat ik top vond aan de rest. Nummer 1. Je krijgt op een hele simpele en toegankelijke manier alle basisbegrippen uitgelegd die je zou moeten weten om te traden. En belangrijker, om de tradingstrategie te snappen. Ben je een begrip vergeten? Achterin staat een hele begrippenlijst. Daarbij krijg je exact te zien hoe de boys traden en waarom ze bepaalde setups op verschillende timeframes nemen. Vraag je daarbij ook af wat voor hardware je nodig hebt? Zij hebben het antwoord voor je. By the way, doe je zelf een plezier. Ga alsjeblieft niet traden op je telefoon, tenzij je een Volt variant hebt, zoals ik. Maar die gebruik ik nu voor de interprompter. Dus ik kan je hem niet laten zien. Daarbij vervolgens leer je risicomanagement. En ondanks dat ik hele andere vormen van risicomanagement gebruik, ik ga er gewoon vanuit dat zij hun shit daadwerkelijk hebben getest. En daarbij ga ik er ook vanuit dat de parameters die zij aanraden juist zijn voor hun eigen strategie. Vervolgens leer je een trainingplan te maken, ook al is het enige relevante component van je plan wat je strategie is en voor welke assets je gaat traden. De rest is in mijn mening relatief wat filler. Maar dat betekent niet dat dat niet voor jou kan werken. Dus wie ben ik om daar een mening over te hebben, right? En tot slot, en dit is ook iets wat ik persoonlijk veel eerder had moeten doen, houd je trades bij. Doe dit echt. Je kan zoveel leren van je succesvolle en foute trades, maar je moet ze wel daadwerkelijk bijhouden. Zie, wij als mens hebben namelijk de neiging om onszelf voor de gek te houden en denken dat wij de volgende Warren Buffett zijn. Maar zodra je je trades daadwerkelijk bijhoudt en goed logt, zul je zien dat dat vaak niet het geval is. Je maakt simpelweg wel meer kaktrades dan je zou willen toegeven. Dan komen we nu aan. Dan zijn we nu aangekomen op de hoofdvraag. Namelijk, is dit boek iets voor jou en is dit de €35 waard? Als jij een complete beginner bent, dan absoluut. Jij hoeft niet alle nuances te weten die ik zojuist heb uitgelegd, want daar kan je later wel simpelweg achter komen. Wat jij nodig hebt is een strategie en een begrip van wat alles is en hoe alles werkt. Ben jij dus een beginner die nog moet gaan beginnen met beleggen en of traden, of iemand die nog maar een paar maanden bezig is, dan raad ik absoluut dit boek aan. €35 is een kleine prijs voor alle informatie die je hierin krijgt. Kan je alle informatie gratis vinden op YouTube? Sure, maar we weten allemaal inmiddels ook hoe fucking irritant het is om duizenden hoofden bij langs te moeten gaan. Dit is een goede beknopte samenvatting van alles dat je zou moeten weten als jij geen kaas hebt gegeten van beleggen. Raad ik dit boek ook aan voor de mensen die wat meer ervaring hebben. Laten we zeggen een half jaar tot een jaar tot 2 jaar. Nee, ik denk dat een aantal lessen te kort door de bocht zijn. En op een gegeven moment wil je meer nuance en begrip gaan hebben van hoe de markt daadwerkelijk werkt. Ik ben ook bezig met het boek. Dit boek is bedoeld voor de mensen die dus al wat langer bezig zijn met het traden en of het beleggen. En daarbij het gevoel hebben dat ze vastzitten in een limbo van niet consistent winst te kunnen maken. En telkens op zoek zijn naar de nieuwste fix die hun leven gaat redden. Voor die mensen kun je mijn boek bekijken op vincentleude.nl/boek. Alle hoofdstukken zijn nog lang niet klaar. Ik heb nu hoofdstuk 5. Alles staat tot hoofdstuk 5 volgens mij op de website. Dus meer hoofdstukken komen nog in de toekomst. Ik waardeer iedereen die tot het einde is blijven kijken en ik wil iedereen bedanken voor hun tijd en aandacht. Heb je genoten van deze video en wil je meer zien? Abonneer mee met de overige 70% die wel is geabonneerd. Join the club. Deel deze video zodat je mijn kanaal helpt met groeien en graag tot de volgende video.